Kort geleden vond in het Annex Theater van Woerden een zogenaamde testviewing plaats voor de komende nieuwe natuurfilm De Wilde Stad. Producent Ton Okkersen uit Woerden had 50 scholieren uitgenodigd om aan de weet te komen hoe de film zou vallen bij een jong publiek. Mag ik even vragen wie jullie zijn? Ik ben Manon Viane. Ik ben Anne van Meurs. Ik ben Niemar Quetta. En jullie zijn van de Kalsbeek, HAVO. Ja, wat komen jullie hier doen? Ja, wij gaan de film De Wilde Stad bekijken. En verder weet ik nog niet wat we echt ervan moeten verwachten. Okay. Maar wat is de bedoeling? Volgens mij is het de bedoeling dat je daarna een beoordeling erop gaat geven. En dat is eigenlijk het enige wat ik weet. Ik ben heel last minute meegekomen. Dan weet jij natuurlijk wel waar het over gaat. Ja, ik ben gevraagd van school. Ja, ik heb ook een trailer gezien van een kat die dan in Amsterdam gaat. En die ziet dan alle natuurdingen in Amsterdam en zo. Ton Okkersen, testviewing vandaag. Testviewing, heel spannend moment. De Wilde Stad, de afsluitende natuurfilm. We hebben gehad De Nieuwe Wildernis, Holland Natuur in de Delta en nu dus De Wilde Stad. En dat is ook geen klassieke natuurfilm, dat is een stadsfilm. Kent een totaal andere dynamiek, heel andere vertelling. En het is een grote ambitie om juist jongeren te bereiken. Dat vinden we ontzettend belangrijk. Er zit ook een heel groot educatiepakket aan vast. Wat op allerhande basisscholen uitgedeeld gaat worden. En wat we vandaag gaan testen is binnen die doelgroep van 8 tot 20 ongeveer, 12 tot 20, is hoe valt die muziek? Hoe ga je testviewing doen? We hebben 16 tracks die aangekruist moeten worden, belicht moeten worden. Dus we gaan wel vragen van oké, jongens, jullie kijken gewoon naar die film. Maar we houden misschien het licht heel voorzichtig aan. En je hoeft per track, per titel dus, per muziekstuk eigenlijk alleen maar te zeggen oké, goed of fantastisch. Zijn de resultaten hiervan nog bepalend voor de uitzending van de film? Nou kijk, nee, ik denk die keuzes zijn wel allemaal gemaakt. Dus het is niet zo dat we nog heel veel ondersteboven kunnen gooien. Het is wel dat we het heel intensief in de marketing kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld De Wereld Draait Door en andere podia, die doen veel met deze muzici. Dit is nummer 3, Aap Notenies. Dit is nummer 4, Thijs Boontjes. Dit is nummer 5. Heel makkelijk, gewoon een flex, kennen jullie allemaal. Dit is nummer 6, Travassie. Dit is nummer 7, Pink Oculus. Dit is Sef nog een keer met Falk in the Sky. Ik ben natuurlijk helemaal benieuwd hoe jullie de film hebben gevonden. Ja, ik vond het een hele leuke natuurfilm. Ik vond het ook leuk dat er meer moderne liedjes in voorkwamen. En dat maakte de film voor mij toch heel erg levendig. Dat vond ik erg leuk. Ja, reactie? Ja, ik vond het ook echt super leuk. Ik vond het ook heel erg knap gefilmd en zo. Het is allemaal zo van dichtbij gefilmd, zo super gaaf. Ja, vind ik ook. En ook hoe ze dan die kat en die dieren zover hebben gekregen, gewoon puur... om het zo te laten verbeelden eigenlijk. Ja. Dat vind ik wel heel mooi. Zou je deze film willen aanraden aan jullie medescholieren? Ja, ik denk dat dit wel een heel leuke natuurfilm is om te bekijken. En ik vond hem niet zo saai als de andere, zeg maar. Dus het is zeker een aanrader. Welke muziek vond jij nou leuk in de film? Nou, ik vond op zich... Ja, ik vond de muziek wel leuk, maar ik luister vooral Doe Maar en Bluff en De Staat. Oké, wat leuk. Ja. Want... Met Doe Maar ben ik eigenlijk groot geworden natuurlijk. Ja. En dat is nu een ontzettende revival is te gaande, hè, rond Doe Maar. En Bluff eigenlijk ook. Ja, want Bluff, die staan met Zoutelanden. Precies, door Zoutelanden. Dat is echt fantastisch. En wij hebben... Kijk, vaak is het zo bij natuurfilms dat er een beetje saaie muziek bij zit, eerlijk gezegd. En we vonden ook van, ja, dit is een stadsfilm. Dus dat moet een ander... Ja, dat moet anders klinken. En ja. Vond je dat apart of heb je zoiets van... Ja, nou, vind ik niks. Mag ik Netflix, zeggen, hoor. Mag ja, nee, zeggen? Op Netflix kijk ik, laat maar zeggen, natuurfilms. Mm-hmm. Maar dat doe ik eigenlijk ook omdat het dan heel erg rustgevend is. Maar ook met rustgevende muziek. Ja. Maar ja, natuurlijk ook voor het beeld. Ja. Maar ik vond dit ook wel heel erg leuk. Gewoon met deze muziek erbij. Ja.
Het is een beetje een gok. We hebben natuurlijk een paar natuurfilms gemaakt die veel klassieker in aanpak zijn. Weet je wel, hele mooie beelden en heel rustig. En we wilden eigenlijk, omdat het echt de stad Amsterdam is, een seizoen in Amsterdam. Ja. En mensen kijken eigenlijk in de stad, zien ze dat niet zo? En toen dacht dus ik, ja, het idee is een beetje van dat je dingen ziet van, verrek zeg, is dat zo? Dat is apart. Ja. Wat vond je het leukst? Ik denk met die kikkers, dat ze zo op elkaar gingen zitten. Ja, ik vond het echt, ik moest heel erg lachen daarom ook en zo. Ja. En wat vond je het meest saaie? Eerlijk zeg. Saai. Met die vogels. Met, ja, het barstel van de vogels in de stad natuurlijk. Ja, maar dan met die, hoe heet die dingen? De duiven. Ja? Ja. Die zijn te gewoon. Nou ja, ik heb niet echt wat met die beesten. Ik vond het een beetje, dat vond ik wel het minste. Ja. Nou, maar ik heb meer leuke beelden dan stomme beelden gezien. Hoor. Ja? Ja, dus je vond je het niet te lang? Nee, eigenlijk niet. Nee, ja, er zat er nu geen pauze tussen. Maar nee, dat gewoon, is waar. Goed. Ja. En jullie? Nou, ja. Kom even bij je. Gewoon hoe jullie het vonden. Of het iets leuks is. Of je zou zeggen van nou, daar hoef je niet naartoe hoor. Nou, ik vond het heel interessant dat het gewoon in Amsterdam was. Dat je kent die omgeving al. En toch zie je heel veel dieren die jij zelf niet opmerkt als je daar in de stad loopt. En door die liedjes vond ik daarom heel erg levendig. Dat vond ik heel leuk om te zien wel. Ja. En jij? Ja, ik vond het ook. En gewoon hoe die beelden zijn gemaakt vind ik gewoon echt heel knap. Ja. En echt heel gaaf om zo alles van dichtbij te kunnen zien eigenlijk. Hoe het nou echt een beetje in zijn werking gaat. Je gaat toch anders kijken in de stad? Ja. Ja, want er is veel meer leven dan je misschien in eerste instantie denkt. Als ik zelf met mijn camera in Amsterdam ga, film ook wel eens. Maar dan ga ik niet zo diep in op de beelden van, desnoods film je een duif. Maar verder ga je echt niet, zie je al die andere beesten niet. Ze zijn er wel, maar dat is een beetje zoals Johan Cruijff het zegt. Hè? Je gaat het pas zien als je... Hoe was het ook weer? Je hebt het pas door als je het gezien hebt, zeg maar. Maar die jongens hebben er ook 2 jaar over gedaan, hoor. Ja. Dus dat snap ik wel. En we wilden na een paar klassieke natuurfilms echt gewoon een ander deel laten zien. En dat is toch de stad. Ja, zeker. En dat is wel gelukt. Ja, ik denk ook wel. Geef ik Mark Verkerk door. Want dat is de regisseur en die heeft het echt gemaakt. Okay. Niet ik. Ontzettend bedankt voor jullie komst. Ik vind het heel erg leuk en ik hoop dat jullie het ook een beetje verspreiden. Want daarvoor doen we dit natuurlijk ook een beetje.